Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze video of luistert naar deze podcast. Ik had net een gesprek met een vrouw en ik word heel vaak geïnspireerd door mensen en de vragen die ze aan me stellen. Ik had het namelijk over: wat kan je met je stem? Met je stem kan je luidheid maken, met de stem kan je stevig spreken, je kan volume hebben. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden van wat je hebt met je stem, als je praat. Je kan ook op een zachtere manier spreken. En dat heeft een andere uitwerking op jou, als je hiernaar luistert, dan als ik op deze manier spreek. Ik kan ook nog een beetje scherpte in mijn stem brengen. En dat heeft weer een andere uitwerking op jou. Het is handig, vind ik, om deze manieren van spreken te beheersen. Want het werkt een aantal kanten op. Op het moment dat ik met iemand praat die op een luide manier spreekt, werkt het soms beter door ook op die wat stevigere, luide intensiteit, met die stevige energie te spreken. Dan kom ik soms beter over, want dat matcht met elkaar. Hè? Dus afstemmen is eigenlijk dat je met elkaar matcht. Zo is het als iemand op een zachte manier spreekt en ik ga op een hele stevige energie, veel volume, kracht, enthousiasme iets vertellen. Dan is het soms te veel voor diegene. En nou zou je kunnen zeggen, ja, maar je mag gewoon jezelf zijn. En dat is interessant, want ik denk dat dat soms niet helemaal matcht met iemand. En dat betekent niet dat je jezelf anders hoeft voor te doen. Als ik bijvoorbeeld super enthousiast naar iemand toe kom, wat ik voor diegene kan betekenen, en diegene is wat ook wat duidelijk en dominant, zou ik dat zo zeggen, dan krijg ik heel vaak de reactie dat iemand een beetje aarzelend wordt. Of dat iemand zegt, nou ja, die gaat zich verdedigen, ik heb jou helemaal niet nodig. Dus dan ga ik van een enthousiaste energie naar iemand toe. En dat is soms te veel. Moet ik het dan niet meer doen? Nou, soms is het handig om te denken, doe eens een stapje naar achteren. Ik hoef niet dat hele enthousiasme over iemand heen te storten. En ik ben heel benieuwd hoor. Misschien luister je hiernaar en dan denk je, ik ben het er helemaal niet mee eens. Maar ik denk dat het handig is dat je ergens een tussenfase hebt. Dus dat je voor jezelf weet, ik kan soms voor sommige mensen te enthousiast zijn, terwijl ik ze wel heel goed kan helpen en wel een hele goede match zijn, als ik daar een klein beetje rekening mee hou. Toen zei die vrouw net, is het dan niet heel cerebraal wat je aan het doen bent? Hè? Dus is het niet zo dat je heel erg vanuit je brein je stem bestuurt? Nou, dat is aan de ene kant waar, want mijn stem bestaat uit spiertjes en die kan ik besturen. Net zoals alle spieren van je lichaam. Dus als jij normaal wandelt en je gaat hardlopen, dan doe je iets. Vanuit je brein bedenk je, ik ga nu hardlopen, dus ik moet mijn spieren aanzetten. En dan ga je hardlopen. Nou, zo is het met je stem ook. Dus die mag je besturen, bewust. En als je dat heel vaak oefent, dan maak je het jezelf eigen. Dus dan wordt het iets wat min of meer vanzelf gaat. En dan is het denk ik ook nog, nou misschien wel essentieel, dat je ook nog je lichaam, dus een soort embodiment hebt achter je stem. Een belichaming van je stem. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Maar op het moment dat ik mijn lichaam niet mee laat doen, heb ik alleen maar een hoofd, een brein stem. En dat is een hele fijne stem om te teachen, om iets uit te leggen, wat ik nu doe. He, ik leg je iets uit en daar past een bepaalde stem bij. Dan blijf je naar me luisteren als je dit interessant vindt. En als ik het te veel doe, dan zou je kunnen afhaken. Dus dat voel ik zelf van binnen. Dit is te veel energie. Daar word ik zelf ook moe van. Ik mag weer even een stapje terug. Dus het is een cerebraal iets, het besturen van je stem. Dat gebeurt met de hersenen, inderdaad. Dat heb je eerst te leren en je eigen te maken, voordat je alle manieren van spreken en van je stem kan gebruiken. Want hoe kan je dat nou doen
als jij niet weet wat je kan met je stem? Hè, hoe kan je nou meer impact willen hebben, terwijl je stem misschien daar niet helemaal bij matcht? Ja, dan is het handig dat je leert, wat vinden we universeel fijn? Wat is fijn aan een stem? Waar luisteren we graag naar? Hè, een stem die afwisselend is, die soms luid is en soms wat zachter. Die soms vanuit je hoofd dingen uitlegt, maar ook bij je gevoel kan komen. Die ervoor kan zorgen dat je een energie meebrengt die lekker is. Bijvoorbeeld als je een sales call hebt. Dan mag je een ander soort stem gebruiken dan als ik op een podium sta en een hele zaal mijn energie wil laten voelen. En daar mag verschil in zitten. En als je dat niet beheerst, ja, dan heb je één comfortzone waar je in spreekt. En dan kom je soms niet over zoals je wil. En dan krijg je misschien te horen, ja, ze had een goed verhaal, maar ik voel het niet echt, ik ga niks bij de doen. En dat zou jammer zijn. Terwijl als je, stel je bent dus zo enthousiast als ik wel eens ben, altijd luid en veel, dan is het soms te veel. Als je dan af en toe achterover kan zitten, even in een soort afwachtende houding. Hey, ik ben losgekoppeld van het resultaat. Ik heb een sales call. Maar het gaat mij eigenlijk niet om de uitkomst. Namelijk dat iemand bij mij klant wordt. Het moet matchen. En iemand moet dat zelf voelen bij mij. En als iemand het niet voelt, is het ook oké. Okay. Dan, ja, als we geen match zijn, dan is dat zo. Dat is oké. Okay. En als ik op zo'n manier een gesprek in ga, dan krijg ik een ander resultaat aan het eind. Dus dat, ja, dat weet ik. En dat werkt gewoon zo. Terwijl als ik iemand ga overtuigen met te veel enthousiasme, ja, dan, je doet iets met iemands brein. En daar mag je je van bewust zijn. Dat we, als we spreken, als we onze stem gebruiken, zijn we bezig met deels ons brein, deels ons lichaam, maar ook met het brein en het lichaam van de ander. De energie die ik meebreng, komt aan op de plek waarmee ik die energie maak bij de ander. Dus op het moment dat ik iemand ga overtuigen, dus te veel vanuit mijn hoofd, komt het aan bij de ander in het hoofd. En die gaat met het hoofd bedenken, wat kost het eigenlijk wel niet en heb ik dat er wel voor over en wat levert het me dan op? Ja, dan weet ik niet wat de uitkomst is. Als ik iemand vanuit mijn lichaam, met die energie, vanuit mijn gevoel, vanuit mijn hart, vanuit mijn intuïtie, vanuit mijn kern, vanuit mijn vuur, als ik op die manier met iemand spreek, losgekoppeld van het eindresultaat, dan bereik ik ook die plekken bij de ander. Als ik mijn hartstem gebruik, waarbij ik weet, als ik over iets praat wat met gevoel te maken heeft, verandert mijn stem. En die plek kan ik opzoeken. Dus als ik op die manier spreek met iemand, bereik ik ook het hart van diegene. Of haar intuïtie. En dan krijg ik een andere uitkomst. En soms als ik dit vertel, dan lijkt het net alsof ik, alsof je dan iemand manipuleert. Dat je dus gebruik maakt van een bepaalde manier van spreken om een effect te bereiken. Maar als je het doet vanuit een goede intentie, hè, wat ik net al zei, als iemand klant bij mij wil worden, wil ik voelen of ik diegene voel. En ja, dan als dat zo is en ik denk dit wordt leuk, ik kan haar verder helpen, dan gaat zij dat ook wel op zo'n manier voelen. En ik wil niet kosten wat kost iedereen in mijn programma. Hè, ik heb nu een nieuw programma, dat gaat binnenkort starten. En daarin leer ik je hoe je in 3 maanden groeit naar een zelfverzekerde, zelfbewuste spreker. Hè, waar ik het net eigenlijk allemaal over gehad heb. En ja, daar wil ik de mensen in hebben die het voelen bij mij. En daar, je krijgt daar hartstikke veel video's met voorbeelden. En ook nog 1-op-1's. Want ja, ik wil wel dat jij het beste resultaat haalt. En daar horen die 1-op-1's bij. Want dan kan ik tot de kern komen bij jou. Hè, hoe spreek je? Wat denk je over jezelf? Hoe mag je anders over jezelf gaan denken? Wat heeft iemand wel eens tegen je gezegd? Wat nu beïnvloedt
hoe jij spreekt. Of hoe je jezelf laat zien op social media. Of misschien bij een presentatie geven. Misschien laat je jezelf anders zien, letterlijk. Je houding, maar ook wat je hoort. He, wat horen mensen aan jou? Dat je ooit een nare opmerking gehad hebt, bijvoorbeeld over je manier van spreken of over hoe je stem klinkt. Ja, dat heeft iedereen bijna meegemaakt. En dat heeft invloed, dat wil je niet weten. Hè? Dus wat iemand zei toen je 8 was, kan nog invloed hebben op toen je 40, nu je 40 bent of hoe oud dan ook. Dat weet je nog en dat is super jammer. Maar als je snapt waar iets vandaan komt en hoe het werkt, kan je het veranderen. Dus is het een cerebraal iets om te spreken? Soms wel. Als jij niet weet dat je luidheid in je stem kan hebben, ja, hoe kan je dan echt overtuigen? Of de ruimte innemen met je stem? Hoe kan je daaraan wennen? Dan moet je eerst leren, hoe doe je dat met die spieren? En daarna maak je het je eigen en dan gaat het vanzelf. En dan ga je je lichaam gebruiken. En dan kan je ook spreken vanuit je lichaam. Het is niet per definitie zo dat als ik spreek vanuit mijn hart, dat het altijd een manier is die de beste manier is. Als je op een podium staat, wil je een beetje luidheid kunnen maken. Of als je iemand moet roepen en er gebeurt iets ergs, dan wil je ook dat iemand je hoort, dat je luidheid kan maken. Dus zo kan je, als je die luidheid leert maken, je ook van binnen krachtiger en sterker gaan voelen. En dat vind ik zo super tof. Dat je hoeft niet per se luid te spreken. Het lijkt net of ik het daar nou de hele tijd over wil hebben. Maar je mag ervaren hoe dat is als je dat doet. Veel vrouwen waar ik mee werk, praten wat zacht. Of te hoog. Of en wat is dan te? Dat je daardoor onzeker lijkt. Of te meisjesachtig. Dat je niet genoeg impact hebt op een ander. Of op wat je zegt, met wat je zegt. Omdat het niet helemaal matcht. Omdat je nog praat zoals je praatte toen je 17 was misschien. En dat mag nu als je 37 bent, ja, veranderd zijn. Dus het kan veranderd worden. Want als jij onzeker bent over je stem, is dat de energie die je meegeeft als je een verhaal vertelt. En dat voelen mensen. En dan denken ze, ja, nou ja, ik weet niet. Ze wil wel dat ik bij haar kom voor dit of dat of om klant te worden. En ik vind het wel leuk, maar ik weet niet of ze het zelf helemaal gelooft. En op het moment dat je oefent met je stem steviger maken, nou, er zijn allerlei oefeningen voor, ga je je van binnen anders voelen. En dat gevoel, daar kan je weer naar terug. En je stem een beetje aanzetten als je begint met spreken, zorg dan voor een goed begin, een zeker begin. Stembanden die doen wat je willen, die goed sluiten. Een stevig, helder geluid. En dan mag je daarna variëren. En je mag variëren tussen hoog en laag. En ik kreeg net een reactie op een TikTok-filmpje waarin ik zeg, je mag variëren tussen hoog en laag. En dat maakt dat je boeiend spreekt, dat het leuk is. En toen zei iemand eronder, oh, mag ik dat van jou? Het stemmetje bedenk ik er zelf bij. En toen dacht ik, oh, wat lekker flauw. Van, ja, mag dat? Ja, je mag daarin variëren. In plaats van, je moet erin variëren. Zou ik ook kunnen zeggen. Je hebt te variëren met je stem van hoog en laag en hard en zacht. En dan voldoe je aan kenmerken waardoor we aan je lippen hangen. En willen horen wat je te vertellen hebt en dat we je echt voelen. En moet je dat doen? Nee hoor, je moet helemaal niks. Alleen, ik denk wel in deze wereld nu, zeker op social media met veel coaches en therapeuten online, kan je alles vinden. Dat is anders dan 10 jaar geleden. En je moet je onderscheiden, je mag je onderscheiden, je hebt je te onderscheiden. Het is maar net welke woorden je eraan wil geven die voor jou werken. Je hebt je eraan te houden. Je hebt je te onderscheiden. En anders, ja, dan is het maar afwachten of mensen je vinden of niet. En hoe kan je mensen nou helpen als mensen niet weten dat je er bent? Moet je toch jezelf laten zien? Moet je jezelf laten zien? Ligt eraan wat je wil. Grappig, hè, met woorden. Ja, het is heel erg bepalend over of iets overkomt bij jou of niet. Welke woorden je gebruikt. Maar mijn energie waarmee ik het zeg, dat is nog belangrijker. Je moet het doen om gehoord te worden.
Vind je dan moeten naar klinken? Nee, want mijn stem was niet naar, denk ik, hè? Dat je nee zegt. Je moet het doen om gehoord te worden. Dat moet. Nou, dat klinkt misschien minder lekker. Je moet het doen om gehoord te worden. Je moet het. Je moet jezelf laten zien. Anders weten mensen niet dat je er bent. Doodzonde. Super jammer. En dan, als ik dezelfde woorden gebruik, maakt mijn stem het verschil. Dus soms een beetje besturing vanuit je hoofd en belichaming vanuit het gevoel. En die combinatie, joh, dan word je onweerstaanbaar. Mocht je nou, het is nu 4 januari. En mocht je dit nu op korte termijn horen en denken, ik wil wat met Katinka. Er zijn nog een paar plekjes in mijn programma. Ik denk 3. Dat weet ik niet zeker. Er staat er eentje nu op een ja-nee. Maar ik denk ja, maar die mag even nadenken van mij, want zo ben ik ook alweer. Dus dan zijn er nog 3 plekjes. En als je je voor zondag aanmeldt, ja, stuur me gewoon eventjes een berichtje als je dit hoort en denkt of ziet en denkt, yes, ik wil het met haar. En vanaf zondag wordt de prijs ietsjes hoger of hij is al dicht, het programma. Dus de deuren blijven in principe open tot 16 januari. En daarna komt er een wachtlijst voor wanneer de deuren weer open zijn. En dat is denk ik ergens in april. Dus dan zit dit programma vol. En ik ben super trots om dat te zeggen. Dat ik dit gestart ben vanuit heel mijn hart en ziel en zaligheid en intuïtie en onderbuik. En al mijn gevoel zit erin. Alle video's die krijg je. Dus als dit jou nou aanspreekt, als je dit ziet of hoort, ja, dan is dit programma misschien wel super tof voor jou. Als je meer gehoord wil worden, op wat voor manier dan ook. En op wat voor podium of platform dan ook. Nou, dan weet je me te vinden, hoop ik. En wie weet ben je nog op tijd om mee te doen. Tot een volgende video of podcast.